Wil je verkering met mij? Ja? What up, Space? Ik ben Marco. Ik ben Lesjo. Ik ben Lesjo. Matas. En ik ben Matje Djuku. En wij hebben vandaag een... Ik ben trouwens Melle, ik ben geen Matje Djuku. En wij hebben vandaag een hele bijzondere video voor jullie. En hoe leuk is het als wij dus een beetje de Cupido vandaag gaan spelen. Yes, sir. Van de geheime liefdesverklaringen. Wij hebben jullie gevraagd of wij jullie hulp kunnen verlenen op het gebied van... je crush benaderen of een beetje helpen in de richting van een eventuele date. Fixen. Dat is uiteindelijk zijn doel een date, hè? Fixen. En misschien wel eventuele relatie. Zijn wij de aanhang van een relatie uiteindelijk, hè? Wij zijn gewoon die voorzet voor die goal. Hey dames en heren, we bellen nu Fenna en het is van Lindita. Hallo, je spreekt met Rami van Space. Ben jij Fenna? Ja. Ik heb doorgekregen dat iemand jou heel erg leuk vindt. Wie hoop je eigenlijk? Nou, oké, eigenlijk Lindita, ik weet niet, ik ga niet. Ik ga nu degene zijn of haar liefdesbrief voorlezen. En luister ernaar even. Ik vind haar nu bijna 4 maanden leuk en ik heb geen idee hoe ik haar dit moet vertellen. Elke keer als ik haar zie, word ik gewoon blij. Ze betekent echt alles voor me en ik hoop dat onze vriendschap hier niet door verandert. Ik ben te bang om het zelf te vertellen. Zouden jullie het kunnen doen? Fenna, ik heb niet echt heel goed nieuws voor jou. Want, Of nee, toch niet. Dat is Lindita. Ja, serieus. Mijn reactie toen ik een space kan bij lijken. Dat was een nieuwe lid, jongens. Dat was een nieuwe space lid. Wacht, for real? Serieus? Ja. Ja, het is Lindita en ze vindt je echt heel erg leuk. Bijna 4 maanden al. Ik ben echt 5 maanden. Nou, we zijn heel erg blij dat we jullie kunnen helpen hiermee. En Mocht ik je gewoon zeker? Ja. Ja. For real. Ja, for real. Ja, leuk dat je echt zo blij bent. Ja. Is goed, je krijgt de groetjes van ons. Fijn weekend en geniet ervan. Heel gelukkig samen. Valentijnsdag zeker nu ook. Ja, doeg. Hé, hey, heeft het best wel goed gedaan nou. Ja, ging perfect. Je hebt gewoon echt iemands leven nu veranderd. Beter een beetje. Kon het niet gaan, man. Liefste dat je ooit tegen een meisje hebt gezegd. Wat eet er vanavond? Ik zeg gewoon wat er dan op dat moment in me opkomt. Ja. Ik ga het niet onthouden of ergens noteren. Maar zijn jullie een beetje van de complimentjes en lieve dingen zeggen? Ja, of helemaal niet? Jawel, maar het enige met complimentjes is, je moet het wel speciaal houden, weet je. Als je echt elke dag complimentje geeft, dan wordt het wel te makkelijk, zeg maar. Ook voor diegene wordt het ook minder aantrekkelijk. Ja. Oké, mensen, de volgende brief is voor Tommy van Lent van Rivka. Yo, bro. Yo. Yo, man. Wij zijn met Space Video opmaken. Komt erop neer dat jij een geheim aan bidder hebt. En die heeft een brief voor jou geschreven. En die gaan we even voor jou voorlezen. Hoi, Tommy. Ik vind je al heel lang leuk. Je bent super aardig en belangrijk voor mij. Alleen reageer je niet op mijn DM's. Dus... Hier de vraag, wil je verkering met mij? Heb je enig idee van wie de brief is? Oké, goed nadenken, misschien weet je het. Ze kunnen er veel zijn natuurlijk, maar... Selena Gomez misschien? Ik weet het niet. Gaan we bekendmaken wie het is? Je hebt nog steeds geen idee wie het is? Tuurlijk niet, goh. Nee. Kun je opzoeken in je DM, Rivka. Rivka X13. Ja, dat is hem. Ja, 13 klinkt goed, dus... Eigenlijk is de vraag, wil je gewoon dikke vet verkering? Nee. Oké, hey, jammer bro, we gaan Rivka het hele treurige nieuws vertellen. Voel je er niet kut hoor? Ofwel! Hebben jullie ooit iemand afgewezen? En dan niet, bedoel ik niet in de DM of zo, weet je wel, maar gewoon in de real life. Maar als in een relatie of als zoenen afgewezen? Nee, ik wil een relatie of zoenen. Je merkt wel als meisje iets van je willen als de hele tijd aan je gaan plakken. Ja. Maar niet dat iemand jou probeert te zoenen of zo. Sorry, dit wordt hem niet. Ja. Dat wordt hem niet, ja. En dan juist een beetje afstand houden van ja, de afstand houden, want hints geven dat je niet wil. Nee. We gaan de volgende bellen. Dat is Lin. En ik ga deze bellen namens Evelien. Hallo, goedemiddag. Hallo. Je spreekt met Alessio van Space. En ik heb een speciale boodschap voor jou. Lieve Lin, ik wil het al een tijdje zeggen. Maar ik weet niet hoe ik het voor je neer moet leggen. Daarom ben ik overgestapt naar schrijven. Mijn ogen kunnen nooit van je afblijven. Ik vind jou heel lief, dat verwoord ik in deze brief. We zitten samen op school, tijdens de lessen ben jij mijn idool. Je bent artistiek, net als een schilderij. Meisjes zijn we allebei. Lin, ik hou van jou, is jouw titel nu mijn vrouw? Weet jij misschien van wie dit is?
Ja, volgens mij wel. Er zitten wel een paar tips in, dus gok. Ja, gok. ja, ik weet niet of ze hier een naam heeft geschreven op bijnaam, maar ik ga wel even voor hier een naam. Eveline? Nee, ken jij Xandra? Nee. Oh, hij is van Xandra namelijk. Hallo Cassandra. Nee, grapje, hij is van Eveline. Hij is van Eveline. sorry. Maar wat is jouw reactie dan hierop? Ja, ik vind haar echt geweldig. Zouden jullie samen op een date willen dan? Ja, tuurlijk. Ja? Yes! Wat gaan jullie doen? Want restaurants zijn dicht, bioscopen zijn dicht. Wat ga je doen? We zijn gewoon... So much love. Maar niemand fix deze man, Dingy. Die voice kijk, was een koning. Die was zo... Die van niet mijn gast. Die was echt top. Yo, Tommy. Shit man! Eerste zoen. Ik was toen met een meisje en ik wist dat zij mij heel erg leuk vond. Dus ging ik met haar afspreken. Gingen we bij haar chillen en gingen we gewoon een film kijken. Het was een kerstfilm. Dus ja, ze zat weer op de bank en zo. En ik was van, uit. Ik wist wel gewoon van, het gaat gewoon gebeuren en zo. En ik was echt fucking zenuwachtig. Dus hij zat aan de zoom. Maar zo jong in zijn broek zet hij klaar. Dus ik was wel zenuwachtig, dus ik trilde een beetje en zo. Volgens mij ook tijdens het doen nog wel een beetje. Ik kreeg spassaal van zo. En ik zat verkeerd werd of zo. Ik heb aangegeven een meisje waarmee ik kon skeren. Wat kost nu 12 of 13 of zo, weet ik veel. Toen... Brabant, hè, vroeg gevoel. Ja, nee, maar toen... Ik had toen graag gezegd van, ja, ik wil dat niet, weet je wel. Ja, het is spannend. We gingen bij haar in een garage op een of andere fucking random matras een film kijken op een laptop. En toen... ging ik voor het eerst een beetje kussen met een meisje, weet je wel, zonder... Ja, zoenen eigenlijk, weet je wel, met zonder tongen. In één keer deze dag gast, en ik wist echt helemaal niet wat me overkwam. Ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Uiteindelijk ging ik elke dag naar school, ging ik daar naartoe, ging ik daar gewoon kussen te zoenen, gast. In deze aflevering hebben wij ook natuurlijk een geheim weer... Koop de kalender. Ja. Er is een meisje namelijk, ik vind jou superleuk. En ik heb hier de brief voor me. Oh shit, man, ik heb buikpijn. Lieve Alessio. Ja, toch. Je vindt het toch gemakkelijk, hè? Ja. Ja. Bedenk maar dat Mel het naar jou zegt. Ja, is goed. Oh, dan maak het goed. Lieve Alessio. Nee, dat maakt goed. Ik schrijf een brief voor jou. Nee, hoor. Waarschijnlijk onverwachts voor jou. Voor mij niet. Je kent mij waarschijnlijk niet. Ik ken ook niet persoonlijk. Maar toch voelt het wel zo. Elke video met of van jou... check ik altijd wel. Dat is lof. Je eigen merk. Elke video je eigen merk ADM Official vind ik ook heel vet. Dus ik kan deze. Ik heb uiteraard de ADM Official hoodie. Ik ook bro. Ook al ken ik je niet persoonlijk, zou ik je heel graag een keer willen ontmoeten. Dan kunnen we tussendoor ook nog wel even zeggen dat je heel knap bent. Ik blijf supporten en ik gun je echt de dingen die je wilt bereiken. Blijf er doorgaan. Ik heb ook nog twee vraagjes voor je. Hoe sta jij er tegenover als je vriendin 5 jaar jonger of ouder is dan jou? Oftewel, ze is 12. Gio, allereerst zeggen, Roos, heel erg bedankt voor de brief. Ik vind het super lief. Ik hoop dat ik je een keer zie op een meeting. Dan moet je even zeggen van, hey, ik heb je brief geschreven. En dan gaan we een TikTok maken. En een vette pika met de Boys of Space, weet je toch? Je weet toch? Nu gaat elke chick zeggen dat ze een brief heeft geschreven. Ja, leuk. Hallo, met Mel en Schram van Space. Ben ik gelegen? Eigenlijk niet. Natuurlijk, ik heb wel even tijd. Oké, laat ik even beginnen. Heb jij enig idee voordat ik verder ga? Want zij heeft namelijk ook een gedicht of een tekst voor jou geschreven die ik zo meteen ga voorlezen aan je. Heb je enig idee van wie het zou kunnen zijn? Ja, op zich wel. Oké, wie denk je dat het zou kunnen zijn? Ik denk Chloe. Oké. Lieve Lester, we snappen al een tijdje, namelijk sinds 1 september 2020. En sindsdien hebben we elkaar beter leren kennen. Ik ben erachter gekomen dat ik je een erg leuke jongen vind en ik zou graag meer willen dan alleen vrienden zijn. Ook zou ik graag op jouw droomdate willen, namelijk naar het strand. Mijn droomdate is samen naar de kermis. Maar dat weet jij natuurlijk al. Ik vind het niet erg om helemaal naar jou toe te reizen. Ik hoop dat je me ook leuk vindt en dat we uiteindelijk meer kunnen zijn dan vrienden. Er zitten heel veel hints in en ik denk dat je nu al weet wie het kan zijn. Ja, dat had ik net ook al gezegd. Klopt. Dus jij zou dus dan zou je dus wel een keer misschien met haar op date willen om haar dan wel te zien en haar beter te leren kennen. Ja, zeker. Dat is wel gezellig. Ik zou misschien even naar dit belletje dan Chloe misschien een berichtje sturen en dan zeggen van, yo,
is, misschien zullen we een keertje met elkaar praten en misschien een leuk dagje van maken. Yes. Want... Ja, dat zou ik zeker doen. Yes mensen, dat was de video. Hopelijk vonden jullie hem superleuk. Heb je nog een kalender waar je in kan zetten wanneer het Valentijnsdag is? Koop de Space Kalender. En dit wat ik heel goed eens op ruggetje. Dus okay. Koop de Space Kalender. Kun je niet te abonneren op Space en blauwe duimpje omhoog achter laten of te kutten. Je weet hoe je de deur doet, pa. En koop de merch. Koop de rest van de pa. Koop het G. Koop het G. Doei.